In deze tiendelige videoserie gaan we het hebben over formatief handelen en hoe je dit concreet kunt inzetten in het klaslokaal. Bij formatief handelen gaat het om wat de docent en de student doet om het leren in kaart te brengen. Wat is het doel? Waar staat de student nu? En wat moet de student nog doen om verder te komen in het leerproces? Om formatief te handelen helpen de 10 principes van Roosenschijn. Deze video gaat over zelfstandig inoefenen. Want waarom is zelfstandig inoefenen zo belangrijk? Om studenten goed voor te bereiden op de beroepspraktijk proberen we studenten kennis en vaardigheden zodanig te leren dat ze niet overal nog over na moeten denken. Om te komen tot geautomatiseerde kennis is veel oefenen belangrijk. Vlieguren maken. Bij het aanbieden van nieuwe informatie bied je veel ondersteuning en stijgers. Langzaam bouw je die ondersteuning af. Zelfstandig inoefenen is de laatste stap in het afbouwen van ondersteuning. Wat levert het je dan op als docent? Door studenten veel te laten oefenen, worden ze vaardig, hoeven ze niet meer na te denken en wordt het werkgeheugen dus minder belast. Ze hebben dan de ruimte in hun werkgeheugen om ook na te denken over het toepassen van kennis of vaardigheden in de context. Bij het leren van een taal zouden we zeggen: de student spreekt de taal vloeiend. En dat is wat we willen bereiken door zelfstandig in te oefenen. Hoe kun je studenten nou begeleid laten inoefenen? Belangrijk is dat de uitleg, het begeleid inoefenen en het zelfstandig inoefenen op elkaar aansluiten. Een goede werkvorm voor zelfstandig inoefenen is het hele taak eerstmodel. Wanneer je klaar bent met het begeleid inoefenen en studenten zelfstandig aan de slag wil zetten, dus het zelfstandig inoefenen, kun je de werkvorm hele taak eerst gebruiken. Het hele taak eerstmodel kun je zien als een soort keuzemenu. Hierbij is alle lesstof beschikbaar voor de student. Ze kunnen dus in hun eigen tempo door deze lesstof heen. Wil je hier meer over weten, hebben we op deze website video's staan over hoe we dit gedaan hebben. Je kunt ook gebruik maken van een van de andere werkvormen, zoals bijvoorbeeld de Matrix of taakgericht coachen. Wil je meer tips of hulp, ga dan naar mbomediawijs.nl/slash toe. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.